Yo, wat is op gasten, ik ben Wes en welkom bij Die Wolf Gamer. En ja jongens, wij gaan vandaag weer Deep Park spelen, aflevering 4 alweer. En zoals jullie zien heb ik een facecam. Dat is mooi. Ik heb mijn best gedaan daarvoor. Het kan zijn dat er een stukje delay tussen zit. Of in ieder geval een stukje vertraging tussen zit. Het kan wezen dat de game ook lekt. Op dit moment gebruik ik OBS daarvoor. En zover jullie al weten is OBS al niet lekker daarmee. Dus ik hoop dat het lukt. Ik heb in ieder geval facecam. Ik hoop dat ik dat vaker kan doen. Hopen dat OBS wat meer mee gaat werken. En ja, wij gaan in-game verder. We waren hier gebleven. En ik ben totaal niet blij hier met dit stukje. Callum? Callum? Oh, dat is een pop. Ik wil dit gewoon niet zien, jongens. Ik wil dit gewoon fucking niet zien, maar goed. Mommy is coming, Callum. Okay. En het reuze gat eruit dat ik gewoon al verder ruik. Nou, stop even met trillen, joh. Gee. Please, Callum, tell me where you are. Please, Callum. A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk. Their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them, little life-sucking monsters who take and take and take until... We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It served the little fuck right if I just abandoned him. Okay. Volgens mij is hij fucking boos, maar goed. Oké, dat klinkt al goed. Reusrad hebben we hier. Of achtbaan, sorry. Reusrad, achtbaan. Is dit. Kijk hoor. Zullen we wel wat lichter mogen maken hier in de game? Tussentijd check ik even in mijn tweede scherm, dus soms kan het wijzen dat ik die kant op kijk. Stay where you are. Stay where you are. Oké, waar zijn wij? We zijn hier, oké. Dus, hebben we dat gelopen, dan komen we zo meteen terug, dan kunnen we nog die kant op. Dan kunnen we nog dat kleine stukje hier verderop doen. We zijn nu hier. En dan kunnen we nog zo die kant op. Of we kunnen deze kant op. En dan komen we weer bij dat reuzenrad in het water uit. Of we doen dat en dan terug en dan uitgaan. Ik denk dat dat het verstandigste is. Want voor de rest hebben we alles gehad. Oh, verkeerde knop. Dus we gaan deze reuzenrad maar eens proberen. Callum, tell mommy where you are.
always wanted to write this one. Never got around to do it before. Yo, bitch, je gaat gewoon naar het pretpark en je, zonder je zoon. En je doet het gewoon. Je neemt hem bij je ouders, zo zei je. Ga je toch niet in zo'n horror gedeelte doen? En een fucking karretje staat ook nog klaar ook, hè? Don't be afraid. Alan, where did you go? Let's go. Yep, daar stond hij weer. Ik had het verwacht. We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? I? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. He's just so hungry. Tell me where my son is. Witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. Zit daar. Okay. Zie. Oké, dat was al scare genoeg. Steeds in een ziekenhuis of zo. Ik wil dit gewoon fucking niet zien, maar goed. Oké, er stond wat, ik kon het niet lezen. Nogmaals. Shit, man. Holy fuck, man. Als we nu nog een jumpscare erachteraan krijgen, die jongen dan. Fucking hell. Het is gewoon zo'n hele toekomstdingen dat je hebt gehad vanaf moeder zijnde, dat je naar de operatiekamer wordt gebracht of naar de bevalkamer, en dat je dan steeds die rush hebt in het ziekenhuis, en op een gegeven moment ziet ze dan het kind die eigenlijk dan op een gegeven moment dood wordt gereden, terwijl dat eigenlijk niet is, want je ziet op een gegeven moment zie je hem ook gewoon letterlijk wegvallen eigenlijk. Dit gaan we eens proberen. Read this paper. It works. Okay. Okay, nou dan gaan we er weer weg hier, want ik ben hier totaal nooit blij mee. Als je iets wilt weten van mij, ik hou totaal niet van horror games, dus ja. Ik hoop in ieder geval dat deze aflevering een beetje goed is met facecam. Zoals ik al zei, jongens, is er een delay. Dus hou daar rekening mee. En dit stukje hou ik ook niet van. Ja, dat dacht ik al. Take the flashlight. The witch awaits. Oh. Okay. Callum? Callum! I can help you, Callum. Okay, this isn't a game, Callum! Dus we hebben een zaklamp achter iets. Callum has bruises on his arms,
finger marks. Someone has been hurting him. What the? I asked him, demanded really, to know where he got the marks. But he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. They are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can save him. And there will be pain. But I love him, and in the end, he will understand why. Ja. Een beetje raar, maar ja, ik kan hem snappen. Volgens mij moeten we deze nog. Ik wil wel even trouwens kijken hoe de flashlight werkt. Dus we gaan even naar settings. Gameplay. Gaan we even kijken hoe die settings werken. Mocht ik dat niet weten, dan... Oké, continue. Meestal tijd staat het tussen de settings, tussen gameplay. Game settings. Nope. Nee, dat willen we niet. even kijken, Neil Game willen we ook niet. Volgens mij is dit de aftiteling, ja. Skip it. Nou, ik ga het even uitzoeken, jongens. Ik weet het totaal niet wat de flashlight is. Maar dat gaan we uitzoeken. Nee, dat weten we, bitch. Oh, oké. Je moet dus... voor deze attractie... moeten we dus... eigenlijk terug. En dan moeten we dat zo gaan. Dus... ja. Dus dat gaan we doen. Hopelijk. Hopelijk lukt het een beetje. Kijk, ik zal het zo meteen even uitleggen op dat kaart, want dat is wel zo handig. Kijk, we zouden in principe zo naar die attractie gegaan zijn. Alleen... shut the fuck up, please. Die attractie, of in ieder geval die trap, die is daar gebroken. Dus dan moeten we dit hele stuk daar zo teruglopen. Naar dat water toe. En dan die pakken en dan zo kunnen we dan wel. Ik vind dat raar dat ze dat zo hebben gedaan, maar ja, awkward. Dus ik denk dat ik die kant op ga lopen. Ik zie jullie in ieder geval weer bij de volgende aflevering. Het is een kleine aflevering, maar ja, weet je, wat er allemaal is gebeurd, vind ik het al genoeg. We moeten een klein stuk of een groot stuk omlopen, dus in de tussentijd lopen we die kant op. Ik doe in ieder geval mijn outro voor deze aflevering. Hoop dat jullie genoten hebben. Geef alvast een duimpje omhoog. Vergeet niet op de abonneerknop te drukken hieronder in de... hieronder natuurlijk, onder deze aflevering. Vergeet niet ook mij te volgen via social media. Links staan hieronder in de beschrijving. En mocht je deze mocht je deze aflevering hebben gezien, deel hem dan even met deze hashtag, die Wolf Army. En dit is mijn YouTube kanaal, zoals jullie hierboven zien, maar dat weten jullie al. Voor de nieuwe mensen, dus dit is mijn YouTube naam. Dus daarmee kan je me ook opvolgen of gewoon op de abonneerknop te drukken. Ik upload elke dinsdag en donderdag. En dan zeg ik bij deze jongens, laters!